Zo, ik kom net terug van 2 dagjes aan de andere kant van de Noordzee, Londen, Engeland. Voor Carmageddon Max Damage ben ik daarheen gegaan. Dus voor de eerste keer dat ik hier voor GameKings ergens heen mocht om een game te checken. Dus dat was lachen. Ik wilde niet te veel over zeggen of zo, want anders dan hoef je het item volgende week niet meer te kijken. Volgende week komt het item online. Ik heb een vlogcameraatje meegenomen. Het is sowieso wat ik wel kan zeggen, het is waarschijnlijk een item met ups en downs. Om de reden dat ik naar het vliegveld toe moest toen er een vliegveld in België, in Brussel, ja, goed, we kunnen het gewoon plat zeggen, werd opgeblazen. Dus ik voelde me niet heel relaxed bij het reizen naar Schiphol en vliegen en alles eromheen. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Er was in principe daar helemaal niks aan de hand. Het was ook geen chaos op Schiphol dat alles uitweek daarheen. Ik had er niet echt veel last van. Vooral dat er heel veel marechaussee stond om de boel te beveiligen. Dat is ergens maar goed ook. Maar goed, ik ben daar voor die game heen geweest. Voor Carmageddon Max Damage, een evenement. Ik wil niet veel over die game zeggen. Dat zeg ik net al. Want volgende week komt er een item. Wat ik wel wil zeggen is dat ik het leuk heb gehad. Het is natuurlijk belangrijk als je de eerste keer zoiets doet dat het dan ook leuk is. Ik vond het hartstikke gezellig. We hebben ook wat beach rondgedaan met z'n allen en met de andere mensen die er waren. We hebben lekker wat gegeten. Ik had een leuk hotelkamertje waar overigens doordat ik wat alcohol op had, toch wat problemen mee waren. Doordat ik er niet in kwam en zo. Maar goed, dat zie je allemaal in het item wel. Over trieste gebeurtenissen gesproken. Als ik eventjes terugpak op dinsdag en wat er dan vandaag is gebeurd, heeft er niks mee te maken, maar het is wel triest. Is dat Johan Cruijff is overleden. Dat is wel een heel raar bruggetje, maar hij is overleden. Hij heeft zijn strijd tegen longkanker niet gewonnen. Hij zei vorige maand nog dat hij 2-0 voor stond in de rust. Je kan het heel plat zeggen, maar hij heeft gewoon met 3-2 verloren. Uiteindelijk toen de wedstrijd afgelopen was. Natuurlijk heel zonde. Hij blijkt te zijn overleden in het bijzijn van zijn familie. Dus het is, ja, ik denk dat ze het al zag aankomen. Wij zagen het met z'n allen niet echt aankomen. Ik zag het als eerste hier op mijn telefoon op de redactie en ik zei het en iedereen was wat, the fuck. En er waren zelfs wat mensen down hier best wel van. Dus Facebook, Twitter staat er helemaal mee vol. Dus ja goed, bij deze condolences aan iedereen die wat met Johan Cruijff heeft. Op wat voor manier dan ook. Of je bent zijn familie, vrienden of gewoon iemand die van voetbal houdt en Johan Cruijff kent. Het is een vreselijke gebeurtenis. Maar goed, zo gaat het leven blijkbaar nou eenmaal. Hè? Het is soms triest. Goed, om met een positieve noot deze korte extra af te sluiten. Ik heb het leuk gehad in Londen en volgende week zie je meer over Carmageddon Max Damage en ik in Londen.